In het Australische plaatsje Richmond is de buurt in rep en roer door een mysterieuze verdwijning. Het gaat om de knappe 15-jarige Rachel Barber. Ze is een talentvolle tiener, is super populair en er ligt een veelbelovende toekomst in het verschiet. Het is een meisje die veel andere meisjes ook als voorbeeld zien. Maar dit brengt ook de nodige gevaren met zich mee. Een gevaar uit onverwachte hoek. Hey, hallo en van harte welkom bij deze nieuwe Misdaad en Mysterie. Het is weer tijd voor een super bizar verhaal. En vandaag ga ik met jullie hebben over de zaak van Rachel Barber. Het is dit keer een zaak uit Australië. Het speelt zich af eind jaren 90. Nou, eind jaren 90 heb ik ook meegemaakt. Er komt zelfs een Spice Girl tintje voorbij. Dus ergens gaf me dit ook een bepaald gevoel van nostalgie. Ik ga jullie straks er alles over vertellen. Maar eerst is het tijd voor het reclame momentje van deze week. Deze video wordt namelijk mogelijk gemaakt door Surfshark. Surfshark, dat is een bedrijf die VPN-diensten aanbiedt en met een VPN kun je veilig het internet op. Dit biedt nogal wat voordelen. Zeker als je verbinding maakt en surft op het internet via een openbaar wifi-netwerk, wil je natuurlijk dat je gegevens veilig zijn. Met een VPN wordt al je informatie versleuteld. Je locatie, je IP-adres is onzichtbaar, het beschermt je tegen malware. Kortom, dit is iets wat eigenlijk wel noodzakelijk is als je op het internet gaat. Maar je kunt dus ook hele leuke dingen doen met een VPN. Er zijn natuurlijk best wel wat internetpagina's niet zichtbaar in Nederland. Ik loop daar heel vaak tegenaan tijdens mijn research. Hè. Dan wil ik krantenartikelen lezen. Maar dat kan alleen als je in Amerika zit of in een ander land. Als ik mijn Surfshark-account open, verander ik mijn locatie, kan ik vrijwel elke internetpagina zien die ik wil. Via deze weg gebruik ik dan een Amerikaans IP-adres en voilà, ik kan alles lezen. Dat geldt ook voor bepaalde streaming services. Bijvoorbeeld Netflix of HBO Max. Laatst zocht ik ook bijvoorbeeld een documentaire voor mijn research en die wilde ik heel graag zien. En toen ik mijn VPN veranderde, mijn locatie, kon ik wederom die documentaire bekijken. Ik kon alles zien wat in andere landen op die streaming service wel beschikbaar stond. Dat kan natuurlijk ook heel leuk zijn als er een serie is die je hier niet kunt kijken. Met Surfshark kun je daar verandering in brengen. Surfshark is een van de beste bedrijven die een VPN aanbiedt. En als je eenmaal een accountje hebt, kun je zoveel apparaten daarmee koppelen als je wil. En ben je niet tevreden, krijg je na 30 dagen gewoon je geld terug. Ze hebben ook een super klantenservice die 24/7 te bereiken zijn. Dus voel je vrij om het gewoon eens even te proberen. Ik mag jullie dus echt een fantastisch aanbod doen als jullie je nu aanmelden bij Surfshark. Krijg je met deze code, dat is Onnedy in hoofdletters, 83% korting op je abonnement en de eerste 3 maanden gratis. Het linkje zie je hier ook in beeld staan, maar deze staat ook in de beschrijving. Klik vooral lekker door. Dus probeer Surfshark VPN nu zelf met 83% korting, de eerste 3 maanden gratis met mijn code Onnedy in hoofdletters via het linkje. Echt waar, het is de moeite waard. Zeker als je op zoek bent naar een goede VPN die betrouwbaar is, denk ik dat je op dit punt echt geen betere deal gaat krijgen. Dus, sla je slag. En dan gaan we nu heel snel verder met het onderwerp van vandaag. De zaak die ik met jullie vandaag ga bespreken is het verhaal van Rachel Barber. Het verhaal van Rachel Barber vertel ik ook in mijn podcast Moordkast. Ga ervoor naar podimo.nl/moordkast om deze te luisteren. Ik kan namelijk tijdens deze video's niet elk detail geven, maar in de podcast wel. Dus ben je daar benieuwd naar de ongecensureerde versie? Die delen we met jullie in Moordkast. Ik samen met mijn broer. Dan is het tijd voor de shout-out van deze week. Elke week geef ik een shout-out aan de leukste reacties die ik vind in de comments. Als je mee wil doen, plaats dan hieronder iets super tofs, een vraag over de zaak zelf of iets anders wat je wil melden onder de hashtag #SOnnedy. Dan weet ik dat je genoemd mag worden. De shout-out van deze week gaat naar Lara. Weet je wat ik nou mooi vind aan jouw video's? Je geeft disclaimers en daarmee kan het zijn dat mensen de video niet kijken. Veel YouTubers die zouden dat niet zeggen omdat ze views willen. Vind jouw video super interessant en heb ook mijn passie in de waar gebeurde misdaad gevonden. Ook een vraagje
Welke zaak of zaken zou je liever niet willen bespreken en waarom? Lara, dankjewel voor je lieve comment en daar heb ik wel een antwoord op. Ik krijg veel Belgische, maar ook Nederlandse kijkers die vragen of ik de zaak van Dutroux wil bespreken. Ik weet dat het een intens grote zaak is geweest. Het is echt onwijs veel besproken geweest in de jaren 90. Ik woon natuurlijk in Nederland, maar ook wij hebben destijds veel van deze zaak meegekregen. Ik was een jaar of 6, 7 en ik kan me de namen nog heel goed herinneren van de slachtoffers. Wij gingen destijds op vakantie naar België en toen werd ik al extreem kort gehouden door mijn moeder omdat de dader nog niet gepakt was en actief was in België en jonge meisjes meenam. De zaak Dutroux is super intens. Natuurlijk snap ik heel goed dat jullie daar meer van willen weten, maar ik kies ervoor om dat niet op mijn plek te doen. De meisjes die het destijds hebben overleefd, hè, die zijn nu nog steeds in leven. Eén van hen is volgens mij zelfs een beetje mijn leeftijd nu. Dus dat ga ik gewoon niet doen. Ik weet dat met mijn podcastaflevering, met de video, hoe dan ook weer een bepaald soort beweging in gang wordt gezet. En als het een zaak is die zo dichtbij komt, wil je die beweging niet veroorzaken. Het klinkt misschien hypocriet, omdat ik toen ik begon veel meer Nederlandse zaken en zaken uit de buurt behandelde. Maar eigenlijk is het een bewuste keuze om dat op een lager pitje te zetten. Eigenlijk ben ik van plan om alleen nog Nederlandse zaken of zaken uit België daar aandacht aan te besteden als hier naar wordt gevraagd. Bijvoorbeeld in het geval van Hannie Bakker. Dus ja, bij deze antwoord op je vraag. Dan nog even de disclaimer. Ben je jong dan 12, zou ik dit niet gaan kijken. Doe het niet. Ik krijg wel eens berichten van ouders dat kinderen wakker liggen. Doe het gewoon niet. Sla het over. Er komen dus onderwerpen in voor zoals geweld en moord. Kan gewoon heel onbehagelijk en grimmig aanvoelen als je dit soort onderwerpen, als je daarin verdiept. Dus wees daar voorzichtig mee. Wees zuinig op jezelf. Klik dit weg als je daar niet tegen kan. Ga maar heel snel beginnen. Dit is het verhaal van de verdwijning en de moord op Rachel Barber. Vandaag gaan we het hebben over de 15-jarige Rachel Elizabeth Barber. Rachel wordt geboren op 12 september 1983 in een Australisch plaatsje genaamd Melbourne, of plaatsje zeg maar gerust dat een grote stad is. Maar de zaak van vandaag speelt zich dus ook af in Australië. We gaan een keertje naar een andere kant toe. Dat is ook wel eens interessant. Rachel is echt een onwijs knappe meid met een vriendelijke, lieve uitstraling. Rachel heeft hele mooie groene ogen, halflang bruin stelhaar. Ze heeft een prachtig mooi bleek huidje. Dolly komt er ook even gezellig bij. Rachel komt uit een heel liefdevol warm nest. En haar ouders zijn Michael en Elizabeth Barber. Rachel heeft verder nog twee zusjes, genaamd Heather en Ashley Rose. En Rachel is de oudste van de drie. Ouders Elizabeth en Michael steunen Rachel echt met alles. En Rachel heeft dus één grote passie en dat is dans. Zij wil echt dolgraag later in grote balletten optreden, in musicals. Het is haar grote droom om daarin verder te gaan. En het liefst doet ze dit fulltime. En daar waar heel veel ouders het liefst hebben dat hun kind een reguliere studie volgt, laten ze hun dochter er vrij in om deze keuze te maken. Ze mag zich aanmelden als fulltime student bij de Dance Factory. En dat is dus een gerenommeerde dansschool in de buurt van Richmond. En dat ligt dus vlakbij Melbourne. En Rachel wordt aangenomen. Dat is op dit soort scholen toch best wel een ding, hè? Dan moet je echt talent hebben. En dat heeft Rachel ook absoluut. Die ouders nogmaals steunen haar ook echt waar ze kunnen. Thuis hebben ze ook een van hun kamers omgebouwd als een of andere dansstudio. Alles voor hun dochter. Dit is dus echt een hele grote stap in de goede richting om haar dromen na te kunnen jagen. Op school is Rachel ook razend populair. Ze heeft daar ook haar vriendje leren kennen, daar heeft ze verkering mee. En zijn naam is Manny Carell. En dat is dus een jongen die op dezelfde opleiding zit. Hij is 1 jaartje ouder dan Rachel. En ondanks dat Rachel dus echt helemaal gek is op het podium en om gezien te worden, hè, haar talent, dat laat ze het liefst aan zoveel mogelijk mensen zien, is ze buiten het podium om heel bescheiden en verlegen. Ze is zelfs best wel ingetogen. Zodra zij een podium aanraakt, voelt ze zich als een vis in het water.
En het is echt een verschil van dag en nacht. Ze moet nog een stukje reizen om elke dag naar haar opleiding te gaan. En haar ouders zetten haar dagelijks af bij een tramhalte, waar ze vervolgens de tram pakt naar school. Dit doet Rachel ook op de dag van 1 maart van het jaar 1999. Rond 9:30 's ochtends zet haar vader haar af bij de tramhalte. Vanaf daar stapt Rachel de tram in en dan stopt ze eerst nog bij een van haar medeleerlingen om daar te ontbijten. Haar vriendje Manny is daar ook. Ze zijn geloof ik met z'n vieren, dat deden ze wel vaker in de ochtend. En na hun ontbijt oefenen ze nog het een en ander, hè, hun dansroutines. En daarna vervolgen ze hun weg naar de dansopleiding. Na het oefenen en ontbijten gaan ze om 9:15 richting school. Rachel had trouwens onderweg haar dansoutfit al aan. Ze draagt een grijsblauwe top met lange mouwen, een zwarte danslegging, zwarte dansschoenen en wat goudkleurige sieraden om de boel een beetje op te pimpen. Rachel is die dag trouwens extra enthousiast. Ze zat altijd vol levenslust en ze genoot van haar opleiding, maar specifiek deze dag, ja, is ze ontzettend vrolijk. En dat komt, zegt ze tegen haar vrienden, omdat ze die avond een klusje heeft. Een klus waar ze $100 mee zal verdienen. Aan een klasgenootje vertelt ze dan ook dat ze die avond, ja, een hoog bedrag gaat scoren. Voor een 15-jarige is $100 een heleboel geld. Ja, en daar is ze helemaal opgetogen van. Stemming zit er goed in. Het enige puntje is dat Rachel niet eerlijk kan vertellen waar ze die $100 nou precies mee kan verdienen. Wat voor klus ze heeft, dat mag ze op een of andere manier niet kwijt. Rachel vertelt aan de klasgenoot dat ze het een dag later aan hun zal uitleggen. Ditzelfde verhaal vertelt ze ook aan haar vriendje Manny. En daarbij zegt ze ook dat ze met die $100 gloednieuwe platformschoenen gaat kopen. En dat zijn schoenen uit die tijd, typische Spice Girl schoenen. Dat is waar Rachel al een tijdje voor aan het sparen was, waar ze de oog op had laten vallen. En nu met die $100 ging dat eindelijk gebeuren. Die schoenen, die zouden de volgende dag van haar zijn. Ik had dit vroeger dus ook. Als ik erover nadenk, het waren volgens mij witte schoenen met zwarte glitteraccenten. Tussendoor een soort regenboogje. Ja, en het waren enorme zolen. Die waren helemaal hip door de Spice Girls. Ik was ook een groot Spice Girl fan. In 1999 was ik 9 jaar oud. Ik wilde zelf een Spice Girl zijn. Dus wat dat betreft kan ik me daar heel goed mee identificeren. Want ik had die wens ook. Maar goed, in de lunchpauze die dag gaat ze zelfs langs die bewuste winkel waar ze die Spice Girl schoenen verkopen, om een paar opzij te zetten voor haar. Ze zou ze de volgende dag komen halen en afrekenen. Iets over 5:30 die dag zijn alle lessen op de dansopleiding voorbij. En het groepje met leerlingen vertrekken weer richting de tramhalte die ze moeten hebben. Maar dit keer gaat Rachel een andere kant op. En dat is de tegenovergestelde richting van waar haar huis is. De klasgenoten die vinden het ook niet per se heel gek. Ze heeft al eerder gezegd dat ze een klusje gaat doen uit school. Rond 6:15 zal haar vader haar weer ergens oppikken. Dus het zal wel goed komen. Dus Rachel zegt haar klasgenootjes gedag. Ook Mania die geeft ze een kus. Ze nemen afscheid en hun wegen scheiden. Op een gegeven moment staat vader Michael te wachten bij de tramhalte. Daar waar Rachel en hij hadden afgesproken die avond. Het wordt alsmaar later en later. Moeder Elizabeth is inmiddels al gaan koken. Die denkt ook op een gegeven moment, wat zijn ze laat? Maar dan krijgt ze dus een telefoontje van Michael. En dan hoort ze dat hun dochter niet op de afgesproken tijd is komen opdagen. Die ouders van Rachel hebben meteen een heel slecht gevoel hierbij. Als ze die avond nog steeds niet is thuisgekomen, geven ze haar op als vermiste bij het politiebureau. Maar die doen er een beetje moeilijk over. Het is een 15-jarige meid. Het is een tiener. Ze zal vast bij haar vriendje zitten of weggelopen zijn. Maak je vooral niet zo druk. Maar de ouders van Rachel maken zich wel degelijk zorgen. Want Rachel is altijd op tijd thuis. Of ze zal het laten weten als ze iets anders zou gaan doen. Ze was best wel een brave meid. Ze was altijd netjes op tijd thuis. En ze zal bijvoorbeeld ook nooit met een vreemde zijn meegegaan. Het was niks voor haar. Ze was eigenlijk altijd een beetje bang buiten in het donker. Of vreemde mensen ging ze altijd uit de weg. Wat er na schooltijd ook is gebeurd, dat is voor nu een raadsel. En omdat de politie niet wil helpen, beginnen ze zelf maar te zoeken.
Ze hebben geen andere keus. Dus ze zoeken zelf de publiciteit op, ze hangen posters op in de hoop dat ze op deze manier tot Rachel komen. Ze komen er dan op een gegeven moment ook achter wat Rachel tegen haar vrienden heeft gezegd, hè, over die klus waar ze $100 voor zou krijgen. En dat zij dus een andere tram heeft gepakt dan dat ze normaal zou doen. Ze ging dus die tegenovergestelde richting op. Waarom was dat? Wat voor klus moet dit zijn geweest? Met wie had ze afgesproken? En waarom mocht ze hier niemand over vertellen? Inhoudelijk heeft ze dit met niemand besproken. Opnieuw proberen die ouders haar als vermist op te geven, maar de politie gaat hier nog steeds niet in mee. Het is te belachelijk voor woorden. Dus zij zoeken alles af. Ze rijden stad en land af om ook maar een spoor van Rachel op te vangen. Maar ze vinden dus helemaal niets. Ze horen dan ook dat ze van plan was die platformschoenen te kopen. Dus ze gaan langs de winkel langs waar Rachel is geweest. Die verkoper die zegt dus wat Rachel daar kwam doen, dat ze schoenen apart had laten zetten. Maar meer is er ook niet. Dan komt hem wel ten oren dat er in de buurt een man rondloopt die, jonge meisjes ronselt voor een bordeel daar in de buurt. En dat is natuurlijk het laatste wat je wil horen als je 15-jarige dochter is vermist. Elizabeth en Michael die bellen dat bordeel op en ze vragen het een en ander na. Maar eigenlijk heeft dit bordeel de zaakjes prima op orde. Ze doen niks wat illegaal is en een minderjarige zouden ze daar nooit aannemen. Dat stelt ze dus ook wel gerust. Deze mensen die komen ook echt daadwerkelijk geloofwaardig over. Dus ze gaan ervan uit dat dit bordeel niks met de verdwijning van hun dochter te maken heeft. Maar ja, waar is ze dan wel? De autoriteiten doen nog steeds niks. Dus die hele gemeenschap van Richmond besluit om het gezin te helpen. En als de politie uiteindelijk ziet hoeveel energie de mensen in de buurt in de zaak steken en op zoek zijn naar Rachel, dan moeten ze wel, hè? Want die krijgen mega veel kritiek van buitenaf. Waarom doen zij niks? Dus vanaf daar wordt Rachel als vermist opgegeven en doen ze onderzoek naar wat er met haar is gebeurd die dag. Ze beginnen dan bij het vriendje natuurlijk van Rachel, Manny. Het is ook eigenlijk het eerste punt wat je moet afgaan. Partners, vriendjes, verkeringen, wat dan ook. We zien ook vaak zat in de zaak dat ze er iets mee te maken hebben, maar in dit geval is het dus niet zo. Hij schijnt een sluitend alibi te hebben, dus Manny heeft er niks mee te maken. Hij zit net zo in de stress als ieder ander. Hij wil ook dolgraag dat zijn vriendinnetje gevonden wordt, hè? Opvallend detail trouwens over deze Manny. Dat schijnt toch best wel een soort beroemdheid nu te zijn vandaag de dag. Volgens mij een zanger, danser in Australië. Dus ik vond dat nogal een interessant punt. Hij heeft ook een nummer uitgebracht over Rachel Barber. En ik vond het interessant om eventjes tussen neus en lippen door te benoemen. Maar goed, weer geen aanknopingspunt dus. Maar dan komt er een belangrijke getuige naar voren. Het is een kennis van de familie Barber. En zij komt pas 3 dagen na de vermissing van Rachel met informatie op de proppen. Ze kwam er zo laat mee, simpelweg omdat ze nog niet van de vermissing had gehoord. 3 dagen nadat Rachel vermist raakte, hoorde zij pas van deze hele situatie. Maar goed, zij komt met hele bruikbare info. Deze getuige heeft Rachel de dag van de vermissing in de tram zien zitten. En ze was niet in haar eentje. Trouwens, de getuige die naar voren stapt, dat was een voormalig leerling van de Dance Factory. De opleiding die Rachel nu ook volgt. En daar herkennen ze Rachel dus ook van. Rachel zou in de tram hebben gezeten met een meid die ietsjes ouder was dan dat zij was. Zo schat ze dat in op het eerste gezicht. En het viel haar op hoe prachtig en beeldschoon Rachel erbij zat. Ze zag er mooi uit. Echt haar natuurlijke schoonheid is iets wat haar dus wederom weer opviel. En die getuige zat dus een beetje naar die twee te staren. Want ze vond het zo opvallend dat Rachel er tot in de puntjes verzorgd uitzag. Het meisje waarmee ze was, dat was een beetje het tegenovergestelde verhaal. Het is een onopvallend meisje geweest. Het meisje waar Rachel mee zat, het was gewoon iemand van een ander kaliber. Misschien mogen we dat niet zeggen op die manier. Maar het is nou eenmaal hetgeen wat haar opviel. En daarom was het haar ook zo goed bijgebleven. Je had Rachel en die andere meid. En ze dacht letterlijk, wat zijn zij van elkaar? Misschien een beetje gemene gedachten. Maar goed, dat maakt haar wel een geloofwaardige getuige. Deze getuige maakt een compositieschets van deze dame. Maar de familie en ouders van Rachel herkennen de vrouw op de schets niet.
Ondertussen werd er best wel veel landelijke druk uitgevoerd op de politie, dus ze zetten een tandje bij. En ze vragen de ouders van Rachel om een soort lijst te maken met alle kennissen en vrienden van Rachel. Zodat de politie daar kan langsgaan, in kaart kan brengen wat hun relatie is met haar, of ze meer weten van de verdwijning, etc. etc. Daarna begint de politie alle telefoontjes na te trekken die rondom de verdwijning van Rachel zijn gepleegd. Destijds hadden ze alleen een vaste lijn, hè? Dus geen mobieltjes. Dat was misschien in opkomst, maar heel weinig mensen hadden dat nog. Rachel had dat ook zeker niet. Dus als ze telefonisch contact had gehad, dan moest dat vanaf huis zijn gebeurd, of een telefooncel bijvoorbeeld. En dan komen ze tot wat interessante data. Iemand die op die kennissenlijst staat, hè, die ze hebben gemaakt, die zou de dag voor de verdwijning van Rachel naar het huis van de Barbers hebben gebeld. En dat maar liefst 2 keer. In de namiddag van 28 februari. Dus echt letterlijk de dag ervoor. Het eerste telefoontje duurde ongeveer 1 kwartier. Het tweede telefoontje duurde wat langer. Dat zou om en nabij een 30 minuten zijn geweest. Nou ja, dat is best wel een gesprek. Dit belletje kwam van een bekende van de familie Barber. Het gaat om de 19-jarige Caroline Reed Robertson. Eerder woonden Rachel en haar gezin namelijk in een ander plaatsje. Een stad genaamd Mount Albert. Maar dat ligt ook nabij Melbourne. Het zijn dus buren van elkaar geweest. Ook echt wel bekenden van elkaar. De ouders van Rachel, Michael en Elizabeth, raakten zelfs bevriend met de ouders van deze Caroline. Caroline had trouwens nog 2 jongere zusjes. Dus net als de Barbers bestond het gezin van Caroline uit 2 ouders en 3 dochters. Caroline is dus 1 van die 3 en was dus ook de oudste van het hele stel. Wederom net als Rachel. Caroline heeft lang lichtbruin krullend haar, is wat aan de vollere kant en ze is ook echt super onzeker over haar uiterlijk. Ze is nogal stil, tikkeltje onopvallend en teruggetrokken ook. En daar waar haar zusjes vaak bij de buren te vinden zijn, houdt Caroline zich wat meer op de vlakte. Moet ik zeggen dat misschien Caroline ook iets te oud was om met de kinderen van de Barber-familie om te gaan. Caroline was namelijk de oudste van de 3 dochters in een huishouden. Maar zij was dus al 4 à 5 jaar ouder dan Rachel. En Rachel was natuurlijk het oudste uit het gezin Barber. Dus dan kan ik me voorstellen dat je daar dan ook niet heel snel langs gaat om te spelen. De 2 zusjes van Caroline hadden ongeveer dezelfde leeftijd als de meiden uit het gezin Barber. Dus ja, ik kan me voorstellen dat dat ook een reden is geweest. De moeder van Caroline maakt zich wel heel erg zorgen over haar geestelijke toestand. Ze komt best wel depressief op haar over. Ze huilt ontzettend veel. Ze is erg onzeker over haar kunnen, haar uiterlijk, over alles eigenlijk. Dit hebben de 2 buurvrouwen ook met elkaar gedeeld. Hè? De moeder van Caroline met de moeder van Rachel. Als Caroline 15 jaar oud is, past ze ook wel eens bij de familie Barber op. Op de 3 dochters, hè, van het gezin. Dus ze past ook ontzettend vaak op Rachel. Om er even een duidelijk beeld van te krijgen, Caroline was dus 15. En tegen de tijd dat zij dus op Rachel en haar zusjes moest passen, was Rachel 1 jaar of 10, 11 jaar oud. Eind 1997 houdt het helemaal op, omdat de familie Barber gaat verhuizen. Ze wonen nog wel in de buurt van Melbourne, maar ja, gewoon in een andere woonplaats. Dus het is allemaal net te ver om dat contact goed te onderhouden. Caroline zoekt sporadisch nog wel wat contact op met de meisjes, maar ze heeft op een gegeven moment best wel een beetje een gekke vraag gesteld. Ze wilde de geboortedata van de meiden hebben. Ze belde op, dat was de zomer van 1998, 99, een beetje in die tijd. Maar Caroline die kreeg dus Ashley Rose, het zusje van Rachel, aan de lijn. En voor het project had Caroline dus zogenaamd de geboortedata nodig van de meiden. Super rare vraag. Maar goed, Ashley Rose heeft die data doorgegeven. Nou, dat zijn een beetje dingetjes die af en toe nog wel eens gebeurden. Maar verder hebben de Barbers niet zo heel veel contact meer met het gezin waar Caroline in opgroeit. Ze waren natuurlijk leuke buren van elkaar, maar dat contact dat bloedde een beetje dood. Op 7 maart 1999, 6 dagen na de vermissing van Rachel, belt Caroline nog een keer naar de huistelefoon van de Barbers om te informeren over de vermissing van Rachel.
Het was ook echt maar een heel kort belletje. Het zal misschien iets zijn geweest om hun een hart onder de riem te steken. Ik weet het niet. Het ging vrij snel. Maar daardoor kwamen Michael en Elizabeth dus ook op het idee om haar op die kennissenlijst te plaatsen. Dus door dat korte belletje is Caroline op die lijst komen te staan. Maar nu blijkt dus ook dat ze dag voor de vermissing Rachel dus heeft gesproken. We weten dat niemand anders heeft gebeld met Caroline binnen dat huishouden. Dus dat het ook echt Rachel moet zijn geweest. En dat is natuurlijk een vreemd detail. Ook die tram, hè, waar Rachel in was gespot door die getuigen samen met die andere dame. Die tram ging de kant op van de wijk waar Caroline woonde. Dus zou Caroline er wat mee te maken hebben? Wat is hier aan de hand? Ze denken ook dat Caroline degene is die met haar in de tram heeft gezeten. Want de beschrijving van die getuigen die dag Rachel met die andere vrouw heeft zien zitten in de tram, dat komt precies overeen met hoe Caroline eruit ziet. Deze nieuwe informatie deelt de politie ook met de ouders van Rachel. En zij hebben daardoor best wel hoop. Want zij denken van, goh, waarschijnlijk heeft Caroline Rachel misschien wel ergens binnengehouden. Misschien is Rachel toch wel even weggelopen. Had ze er even tabak van. En zit ze daar nu gewoon bij Caroline thuis, hè? Dus ze hopen erop dat Rachel nog in leven is. Hoe dan ook, er is één persoon die waarschijnlijk meer duidelijkheid kan verschaffen. En dat is Caroline. Op 10 maart gaat de politie daarom langs op haar werk. Maar ze is niet aanwezig. Ze heeft zich ziek gemeld. De laatste week heeft ze zich trouwens sporadisch ziek gemeld. Dus het kwam ineens heel vaak voor. En dat was voor haar best wel opvallend. Caroline meldde zich nooit ziek. Ze was altijd netjes aanwezig als ze moest werken. En nu ineens niet. De agenten komen er ook achter dat ze heeft verzuimd. Op de dag van de vermissing van Rachel, op 1 maart. En 2 maart is ze nog wel eventjes daar op kantoor geweest. Dus het ziet er allemaal niet best uit. Op 12 maart, dus inmiddels 11 dagen na de vermissing van Rachel, gaan ze daarom maar langs het appartement van Caroline. Ze kloppen bij Caroline op de deur, maar ze doet niet open. De politie die neemt contact op met de huisbaas van het huis waar Caroline woont. Ze krijgen ook een sleutel in handen, maar die sleutel werkt niet. Het is een lekkere puinhoop. Dus ze moeten er zelfs de brandweer bij halen om dat appartement open te krijgen. Als ze dan eenmaal binnen zijn, schrikken ze zich toch wel even een ongeluk. Ze vinden Caroline namelijk roerloos op de grond. Ze ligt met haar gezicht naar beneden, richting de vloer. En naast haar liggen medicijnen tegen epilepsie. Dus ze heeft waarschijnlijk een epileptische aanval gehad toen ze de politie zag aankomen. Blijkbaar heeft dat iets in haar getriggerd waardoor ze een aanval heeft gekregen. Maar ja, dat zegt natuurlijk ook een hoop, hè? Dat je zoveel spanning in je donder voelt dat die politie aan de deur komt, dat je daar een epileptische aanval van krijgt. Ja, dat is niet best. Ze wordt dan naar het ziekenhuis gebracht. Hè. Ze was echt buiten bewustzijn, dus het was ook best wel een pittige aanval. Een politieagent blijft bij Caroline in de buurt. Hè. Die blijft aan het voeteneind van het ziekenhuisbed zitten totdat Caroline bijkomt. Op een gegeven moment is ze redelijk bij zinnen. Ze voelt zich alleen wat sufjes. En als de agent dan op de man afvraagt wat er met Rachel is gebeurd of ze meer weet, krijgt hij een antwoord waar de nekharen van overeind gaan staan. Ze zegt het gewoon. Rachel is dood, waren haar letterlijke woorden. En dat niet alleen. Caroline heeft Rachel ook ergens begraven. De agent kan eigenlijk niet geloven wat ze zegt. Het komt zo uit het niets. Het komt ook mega onverwacht. Die agent staat in ieder geval met zijn mond vol tanden en weet even niet wat hij moet doen. Maar wat heftig. Het is het oud-buurmeisje van Caroline. Als dit waar is, hè, waarom zou ze dat toch gedaan hebben? Ondertussen zijn de collega-agenten bezig met het doorzoeken van het appartement van Caroline. En allereerst vinden ze een zak met kleding. En als ze kijken naar de kledingmaten, dan is dit niet het maatje wat Caroline draagt. Maar dit zouden heel goed kledingstukken kunnen zijn geweest van Rachel. Na deze vreemde ontdekking stuiten ze op nog veel meer grimmige dingen. Zo vinden ze namelijk een paar notitieboekjes en een dagboek van Caroline. En er staan dingen ingeschreven waarvan je denkt, hier is echt iets goed misgegaan. Het wordt duidelijk dat Rachel inderdaad waarschijnlijk dood is. Er staan allemaal vreemde en ziekelijke steekwoorden in. En ik citeer even wat er in deze notitieboekjes werd geschreven. Er stond onder andere in, Rachel drogeren, lichaam in legerzakken doen, verminken
en ergens ver weg dumpen. En er staat ook iets in over een slaperig poeder wat op een pizza gedaan moest worden. Je kan er op dit moment nog niet heel veel van maken, maar aan het eind van dit verhaal dan zul je snappen waarom ze deze steekwoorden heeft genoteerd. Maar goed, gedrogeerd en in een zak gestopt, waar gaat dit verhaal in godsnaam heen? Maar goed, er staat nog meer in. Er staan nog meer cryptische zinnetjes en woordjes in. Ja, waar je het een en ander wel uit kan opmaken. Bijvoorbeeld, boerderij checken, dinsdag banklening regelen, verhuiswagen, avond om haar te verbommen, huis grondig schoonmaken en tapijt stoomreinigen. Nou, dit lijken me allemaal wel dingetjes die je doet om iets te verbergen, hè? Jeetje. Naast deze notitieboekjes worden er twee aanvragen gevonden. Eén is een aanvraag voor een lening bij een bank ter waarde van $10.000. En de andere aanvraag is de aanvraag voor een geboorteakte van niemand minder dan Rachel Barber. Om de een of andere reden heeft Caroline de geboorteakte van Rachel Barber opgevraagd. Waarom, dat blijft wel even raadsel, maar het is in ieder geval vaag. Natuurlijk is nu de grote vraag, waar is Rachel? En wat heeft Caroline precies met haar gedaan? Het begint er in ieder geval op te lijken dat ja, dit verhaal geen goed einde heeft. En dat Rachel inderdaad dood is. Want in het ziekenhuisbed legt Caroline precies uit waar ze het lichaam van Rachel heeft verborgen. Dat zou zijn op het landelijke terrein van haar vader in een plaatsje genaamd Kilmore. En dat ligt ongeveer 60 kilometer af van Melbourne. Caroline zal Rachel hebben begraven op een plek waar ze dus ook haar overleden huisdieren heeft begraven. Daar had ze dus een vaste plek voor en daar zou Rachel dus tussen liggen. Op 13 maart vinden ze dan uiteindelijk het lichaam van Rachel Barber. Ze wordt inderdaad aangetroffen op de plek die Caroline aanwees. Rachel lag in een vrij ondiep gegraven graf. Het lichaam wordt geïdentificeerd en inderdaad, het blijkt hier om Rachel te gaan. En de vermoedelijke doodsoorzaak is meteen al dat ze gewurgd is, want er zit een soort snoer om haar hals. Die zit er nog aan als ze wordt gevonden. Caroline die is er niet toe bereid om heel veel openheid van zaken te geven, dus de politie probeert alle puzzelstukjes in de maanden die erop volgen bijeen te rapen. Maar het is nogal pittig. Caroline zegt dat ze het in een roes heeft gedaan en het allemaal niet zo heel goed meer weet wat er is gebeurd. Ze zou bijna niks meer weten. Het is de vraag of dat echt zo is of dat het onwil is, hè? Uiteindelijk weten de detectives een zo goed mogelijk beeld te schetsen van wat zich daar heeft voltrokken. En dat is zo'n beetje het volgende. Op 28 februari belt Caroline naar de huistelefoon van Rachel Barber. Rachel neemt op en Caroline vraagt Rachel om deel te nemen aan een soort psychologisch onderzoek. En daar kan ze $100 mee verdienen. Ze mag het alleen tegen niemand vertellen. Dit moet hun geheim blijven, anders komen de resultaten volgens haar in het geding. Dit plan staat ook helemaal beschreven in het dagboek van Caroline. Dus we kunnen ervan uitgaan dat het zo gegaan is. Het wordt nu ook gelijk duidelijk waar Rachel het over had, hè, tegenover haar klasgenoten. Ze had het over een klus van $100 waar ze niemand over mocht vertellen. Nou, dit valt toch allemaal wel als een puzzeltje in elkaar. Na school op maandag 1 maart gaat Rachel door deze afspraak met Caroline niet mee met haar andere klasgenoten richting haar huis. Maar gaat ze de andere richting op, naar de plek waar ze met Caroline had afgesproken. Hier loopt Rachel dus tussen 5:30 en 6:15 heen. Ze ontmoet Caroline daar dus, ze pakken de tram richting het appartement van Caroline en daar wordt ze dus ook door die getuigen in die tram gespot. Eenmaal aangekomen bij Caroline thuis, eten ze samen gezellig een pizza. Ze zou op een deel van die pizza vermoedelijk iets hebben gedaan om Rachel te drogeren. Dat wees het onderzoek niet per se uit, maar het stond wel in haar dagboek. Dus ze gaan ervan uit dat er iets op die pizza is gedaan. Caroline zou Rachel ook alcohol hebben aangeboden. Maar ja, Rachel dronk helemaal niet, dus ze heeft dat afgewezen. Dus als die pizza eenmaal opgegeten is, is het tijd voor dat psychologisch onderzoek, hè? Die klus van $100. Caroline zegt tegen Rachel dat ze haar ogen dicht moet doen. Het is een soort meditatieoefening en ze moest denken aan vooral veel leuke dingen. En Rachel doet dat.
Ze doet haar ogen dicht. Rachel volgt de opdracht nietsvermoedend uit. Maar dan gaat het plotseling compleet mis. Caroline pakt een computerkabel die ze van haar werk had meegenomen, doet deze in een split second om de nek van Rachel en vervolgens wurgt ze haar. Het is echt vreselijk als je over nadenkt, hè, wat Rachel moet hebben gedacht, moet hebben gevoeld. Ik kan me gewoon niet voorstellen hoe verwarrend dit moet zijn geweest voor zo'n meisje van nog maar 15 jaar, die daar op de bank zit met iemand die ze eigenlijk gewoon hartstikke goed kent en blindelings vertrouwt. En ineens zit je daar met een computerkabel om je nek en iemand die het op jou voorzien heeft. Nadat Caroline Rachel vermoord heeft, verplaatst ze het lichaam van Rachel naar de kledingkast. En ze doet die kast dan ook op slot. Het snoer haalt ze trouwens niet van haar nek af. Die laat ze er om een of andere reden om zitten. En de dag na de moord is Caroline dus wel gewoon naar haar werk gegaan. Terwijl het lichaam van Rachel in haar appartement in haar kast ligt. Dus terwijl er een lijk in je huis ligt, ga jij naar je werk. Nou, op een gegeven moment heeft Caroline zich ook ziek gemeld. Onder het mom van ik voel me niet lekker. Ik kan me voorstellen dat het je gewoon echt totaal niet lekker zit. Hoe heb je überhaupt die nacht kunnen slapen? Waarschijnlijk heeft ze dat helemaal niet gekund. Dus die zal zich wel hondsberoerd hebben gevoeld. Diezelfde dinsdagochtend, hè, de dag nadat ze de moord heeft gepleegd, belt ze ook even met haar vader. Ze is verdrietig en in paniek. Wat er precies is gezegd, dat wordt niet duidelijk. In ieder geval komt de vader van Caroline naar het appartement van haar toe. Tijdens dat bezoek is Caroline heel erg bezig met het op slot houden van haar slaapkamerdeur. Daar mag hij absoluut niet komen. Er is in ieder geval iets mee aan de hand. Maar wat? Hij heeft natuurlijk geen idee, hè? Ik kan me ook voorstellen dat dit wel het laatste is waar je aan denkt. Die vader mocht natuurlijk niet in de buurt komen van die kledingkast, waar ze letterlijk een lijk heeft verstopt. Op die zekere dag na de moord gebeurt er ook echt ontzettend veel. Caroline belt dan nog met een collega van haar, waar ze nog $320 van te goed had, omdat ze die had uitgeleend. En Caroline meldt die collega dat ze die $320 zo snel mogelijk terug moet hebben. Uiteindelijk krijgt Caroline ochtend erna, op 3 maart, $200 van deze collega terug. Die dag meldt ze zich verder ziek van haar werk. Dit geld had ze natuurlijk nodig om haar taxi richting Kilmore te kunnen betalen. Hè? Daar waar haar vader woont. Daar waar ze het lichaam van Rachel van plan is te begraven. Caroline heeft namelijk geen rijbewijs. Dus dan moet je andere creatieve manieren verzinnen om een lichaam weg te werken. En zoals zij dit heeft aangepakt, daar krijg ik zo de rillingen van. Het is echt zo bizar. Maar goed, Caroline wikkelt het lichaam van Rachel dus in 2 verschillende tapijten. En ze stopt haar daarna in een hele grote legertas. Zo'n enorme zak die militairen altijd bij zich dragen. Rachel was natuurlijk een heel tenger meisje. Maar wat moet je er in godsnaam voor hebben gedaan om een lichaam in zo'n zak te krijgen? Het spreekt nogal tot de verbeelding. Het is echt walgelijk. En je voelt hem misschien al aankomen. Met die legerzak stapt ze de taxi in die ze heeft besteld en rijdt ze met die taxichauffeur en het lichaam van Rachel in die legertas richting Kilmore, naar haar vader toe. Ik vraag me af of de chauffeur niks vermoed heeft, hè? Want zou dat niet inmiddels zijn ontbonden? Het is dan inmiddels een aantal dagen na de moord. Het zou ongetwijfeld naar iets moeten hebben geroken daar, toch? Dat vraag ik me dan af. Hoe kan het zo zijn dat die taxichauffeur er niks van heeft gemerkt? In die tijd was het in Australië ook nog een warme periode. En dan een lichaam wat 2 dagen lang in een kast heeft gelegen. Ik kan niet anders dan daaraan denken. Voor de rest weten we natuurlijk wat er is gebeurd. Op het terrein van haar vader heeft ze het lichaam van Rachel begraven. Ze is natuurlijk uiteindelijk gevonden. Maar waarom? Waarom vraag je af? Rachel en Caroline, die gingen hartstikke goed met elkaar. Hun families gingen goed met elkaar om in de tijd dat ze nog buren van elkaar waren. Waar komt dit gewelddadige gedrag vandaan? Waarom moest Rachel dood? Het motief is echt zeer zorgwekkend en schokkend. En met name in het dagboek komt dat motief pijnlijk duidelijk naar voren. Er staan passages in waar je een heel ongemakkelijk gevoel van krijgt als je dat leest en ziet. Het komt er in ieder geval op neer dat Caroline een hele zieke obsessie heeft met Rachel en alles wat met haar te maken heeft. Zo hemelt zij Rachel echt helemaal op in dat dagboek. Alles wat mooi en perfect aan haar is, dat schrijft ze van zichzelf af.
Ze is getalenteerd, ze is knap, ze heeft een vriendje. Ze heeft alles wat haar hartje begeert. Ze is ook nog eens supergoed in het dansen. In het dagboek staan ook details over het leven van Rachel. Hoe jong ze was toen ze begon met daten bijvoorbeeld. Dat ze modellenwerk heeft geprobeerd. Dat ze vroeg is gestopt met school en vervolgens met die dansopleiding is gestart. Ondanks dat ze zijn verhuisd, hè, de barbers, is Caroline nog altijd met haar bezig geweest. Caroline schrijft ook hoe aantrekkelijk Rachel is. Ze heeft een zuivere bleke huid, hypnotiserende groene ogen, een aantrekkelijk danslichaam en haren die ze regelmatig een andere kleur verft. Allemaal dingen die ze dolgraag zelf zou willen. Het is eigenlijk gewoon stalking, hè, als je dat zo leest. Caroline schijnt al jaren deze obsessie te hebben gehad met Rachel. Volgens Caroline heeft Rachel alles wat zij niet heeft, maar wel zou wensen. Ze heeft succes en populariteit. En dit zijn Carolines diepste verlangens geweest om ook zo'n soort leven te leiden. Dit gedrag begon al toen de meisjes naast elkaar woonden, hè, als buren. Caroline werd natuurlijk de oppas van Rachel en haar zusjes. En vanaf die periode is ze verschrikkelijk tegen Rachel gaan opkijken. En dat is natuurlijk op zijn minst vreemd. Want Caroline was toen 15 en Rachel was 4-5 jaar jonger. Het is gewoon zo verknipt. Qua familie zit het bij Rachel ook allemaal goed. En dat is ook iets wat Caroline dolgraag voor zichzelf zou willen. Bij haar ging het namelijk niet zo van een leien dakje in een huishouden. Haar ouders hebben constant gezeik met elkaar, liggen op een gegeven moment ook in scheiding. En er was sprake van emotionele mishandeling richting Caroline. Zo zou Caroline constant worden bekritiseerd door haar ouders. Ze was nooit goed genoeg. Ze werd toch best wel vaak naar beneden gehaald. De vader van Caroline was echt een figuur die altijd een beetje boos was. Hij was ook autoritair. Dat boterde ook helemaal niet lekker met Caroline. Hij had constant kritiek op haar. Ze werd niet geboren in dat warme bad zoals Rachel had. Dus ook daar verlangde ze naar. Rachel belichaamde echt dat wat zij altijd in het leven had gewild. Ook op school, hè, werd Caroline gepest. Zou het echt ongetwijfeld heel zwaar hebben gehad in haar leven. Ook omdat ze wat gezetter was. En vanwege haar uiterlijk. Mensen zagen dit meisje echt als een makkelijk slachtoffer. En daardoor raakt ze heel erg in zichzelf gekeerd. Wordt ze somber. Kampt ze met depressies. In haar dagboek is het ook wel op te merken. Het is echt schrijnend wat ze allemaal over zichzelf schrijft. Ze maakt ook constant tekeningen van zichzelf. Ze noemt zichzelf een pizzagezicht met heel veel puisten en zo. Nou ja, tekent ze zichzelf ook. Ik heb daar afbeeldingen van gezien. En als je dat ziet, dan ja, vind ik dat ook eigenlijk wel heel erg pijnlijk, hè, voor zo'n meisje. Caroline was ook gewoon ontzettend jong. Dus het zal een hele moeilijke tijd voor haar zijn geweest. Bij één tekening van zichzelf staan ook allemaal lelijke woorden omheen geschreven. Dus ongewild, iemand met obesitas, loser, vies, smerig, niet goed bij haar hoofd. Allemaal van dat soort lelijke teksten staan naast een tekening die ze van zichzelf heeft gemaakt. Ze heeft zelfs een portret getekend in dat dagboek toen ze 14 was. En dan is haar gezicht helemaal zwart gekrast. Het is echt eigenlijk ook gewoon ontzettend zielig. Ik ben eigenlijk nog nooit in mijn zaken zoiets tegengekomen dat iemand zoveel haat naar zichzelf voelt. Ik vind dat echt ontzettend schokkend. Neem niet weg, hè, dat Rachel natuurlijk vermoord is door deze vrouw. Maar Caroline zat met zichzelf in de knoop. Waarom heeft niemand aan de bel getrokken? Haar ouders bijvoorbeeld. Waar waren haar ouders? Caroline ziet zichzelf echt als het tegenovergestelde van Rachel. Rachel was populair, Caroline is dat nooit geweest. Rachel is mooi, Caroline vindt zichzelf lelijk. Rachel heeft talent, Caroline kan nooit iets goed doen. En dit alles mondt uiteindelijk uit tot een zware, zware obsessie. In de tijd dat Caroline op Rachel paste, heeft ze zelfs een soort kleine fotoshoot met Rachel gedaan. Ze vroeg aan Rachel of ze foto's van haar mocht maken, onder het mom van een schoolproject. En Rachel vond dat prima. Of dit daadwerkelijk voor een schoolproject is geweest, dat weet ik niet. Maar er is best een grote kans dat die foto's bedoeld waren voor Carolines grote obsessie met haar. Een forensisch psychiater die onderzoekt deze zaak en komt tot de conclusie dat Caroline niet alleen de dingen wilde die Rachel had. Zij wilde Rachel daadwerkelijk worden. Zij wilde haar zijn. En die gedachte ging op een gegeven moment zo ver dat ze zichzelf had wijsgemaakt dat als Caroline Rachel zou vermoorden,
dat ze Rachel ook daadwerkelijk kon worden. Dat ze haar plek kon innemen op deze wereld. Uit het dagboek wordt ook duidelijk dat Caroline haar naam zou veranderen na de moord. Ze had al een naam voor zichzelf verzonnen. Ze zou namelijk de naam Jem Southall aannemen. Een belangrijk detail is dat de meisjesnaam van Rachels moeder Southall is. En dan komen we wederom weer terug bij zo'n ziekelijke obsessie. Dat het hoe dan ook maar weer gelinkt moet zijn aan Rachel. Caroline heeft ook een heel plaatje uitgeschreven van wat voor persoon Jem Southall is. En dat moet er als volgt uit gaan zien. In dat dagboek heeft ze geschreven dat Jem 16 jaar oud is. Ze houdt ontzettend van motoren. Er stonden ook plannen in dat dagboek geschreven voor plastische chirurgie. Zodat ze zo dicht mogelijk bij het beeld zou kunnen komen van hoe Rachel eruit ziet. Dus Caroline was ook van plan haar uiterlijk te veranderen. Ze heeft in al die jaren zoveel informatie van Rachel verzameld dat ze echt in een bepaald soort waan ging leven. Dat ze Rachels leven wel kon overnemen. Misschien niet onder dezelfde naam, maar wel als iemand anders die net zo mooi en succesvol is als Rachel. Die lening van 10.000 euro die ze had aangevraagd, die zou haar daarbij moeten helpen. Zo kon Caroline natuurlijk vluchten en iemand worden die net zoals Rachel was. Dat was in ieder geval haar plan. Ze zou haar naam veranderen, ze zou het een en ander aan zichzelf laten verbouwen. Met die $10.000 wilde ze vluchten. Maar goed, die $10.000 lening, dat werd nooit goedgekeurd. Dus ja, wat haar vervolgplannen waren, dat weet ik niet. Toen Caroline op het punt stond om Rachel van het leven te beroven, heeft ze nog heel even een moment getwijfeld. Want dit kan ik niet maken. Misschien moet ik het toch maar niet doen. Maar toen zat ze al zo diep in dit plan verweven dat ze het gevoel had niet meer terug te kunnen. Dus ze heeft het plan doorgezet. Helaas. Doordat Caroline naar eigen zeggen heeft gehandeld in een roes en het allemaal niet meer zo heel goed weet, weet ze dus ook niet helemaal uit te leggen wat er met Rachel is gebeurd. Soms krijgt ze er ineens flashbacks van en dan kan ze toch wat informatie verschaffen, maar blijft onduidelijk of ze het expres achterhoudt of dat ze het daadwerkelijk heeft verdrongen, hè? Dat het echt een soort roes is geweest. Ik denk dat Rachel supergoed weet wat ze heeft gedaan. Het plan is vooraf natuurlijk in het dagboek beschreven. Dus het lijkt me niet dat het een roes moet zijn geweest. Door gebrek aan informatie en doordat Caroline dus geen verklaring kan geven, is ook niet helemaal duidelijk te zeggen wanneer deze obsessie bij Caroline is gestart en wanneer ze echt een plan is gaan maken voor deze moord. Het vermoeden is in ieder geval dat Caroline een beetje met het plan begonnen is toen ze naar het huis van de Barbers heeft gebeld om die geboortedata op te vragen. Naast obsessie als motief is er ook gewoon onwijs veel jaloezie in het spel. In haar dagboek schrijft ze namelijk dat ze ook van plan was om Rachel te verminken na haar dood. Dat heeft ze uiteindelijk niet gedaan. Waarschijnlijk kon ze het toch niet over haar hart verkrijgen of durfde ze het niet. Maar zover ik weet is Rachel niet verminkt aangetroffen. Maar dit duidt er dus wel op dat Caroline Rachel wilde beroven van haar schoonheid. Dat gaat echt heel ver. Die jaloezie zit zo diep. Uiteindelijk oordeelt een forensisch psychiater dat Caroline kampt met een diepgewortelde persoonlijkheidsstoornis. Dat is ook niet zo verrassend als je kijkt naar dit hele plaatje. En in die rechtbankdocumenten wordt ook nog eens benadrukt dat Caroline zichzelf echt compleet naar beneden praat. Caroline ziet zichzelf ook niet als een slechte persoon, maar vooral iemand die niet kan voldoen aan verwachtingen en daardoor beschadigd is. Ze is zich gaan gedragen naar hoe ze denkt dat de wereld haar ziet. Het is een soort self-fulfilling prophecy geworden. Ja, ondanks haar wrede actie, ergens heb je er dan ook wel weer medelijden mee. Als je dat dagboek ziet, hoe ze zichzelf tekent, hoe ze zichzelf noemt. Het is zo, zo triest dat deze vrouw niet op tijd haar hulp heeft gehad. Want dat zou wellicht het leven hebben gered van de mooie Rachel. En dat is natuurlijk met geen enkel woord goed te praten wat ze heeft gedaan. Maar jeetje, ik kan me gewoon niet voorstellen dat niemand dit eerder bij haar heeft gezien. Of Caroline wist dit zo goed te verbergen. Caroline wordt in november van het jaar 2000 veroordeeld tot een straf van 20 jaar... waar ze er minimaal 14,5 jaar van moet uitzitten. Caroline heeft uiteindelijk trouwens schuldig gepleit. Dus ik ga ervan uit dat ze een beetje een dealtje heeft gesloten. Hè? In ruil voor haar bekentenis komt er dus ook geen hele rechtszaak om haar schuld te bewijzen. En zijn ze dus tot deze straf gekomen.
komt ook veel lager uit dan Amerika. Dus ik weet niet of dit voor Australië nou een milde straf of een zware straf is, of normaal. Maar het voelt ineens als heel weinig, omdat we Amerikaanse zaken bespreken. Tijdens het pleiten vertelde Caroline nog wel dat ze een ongelukkige nobody was en dolgraag het leven van iemand anders wilde overnemen. Een beter iemand dan dat zij was. Ze raakte totaal geobsedeerd met Rachel, die voor haar de belichaming van puurheid betekende. Rachel was alles wat zij wilde zijn. In 2013 komt Caroline dan uiteindelijk in aanmerking voor een vervroegde vrijlating. Maar ja, zoals wel te verwachten, de ouders van Rachel doen er alles aan om dit te voorkomen. Maar goed, dit is niet altijd te voorkomen, hoe wrang dit ook is. In januari 2015 komt Caroline dan uiteindelijk vrij, na 15 jaar te hebben gezeten. Maar of ze van alles heeft geleerd, dat is nog even de vraag. Toen ze namelijk vrij kwam, viel het de moeder van Rachel, Elizabeth, op hoe erg Caroline fysiek was veranderd. Het duurde even voordat ze haar vinger erop kon leggen, maar toen werd het haar pijnlijk duidelijk. Caroline had iets weg van Rachel, zo verklaart ze zelf. Ze is haar haren gaan stylen, ze heeft een loepzuivere huid, maar het is vooral een soort blik in de ogen van Caroline, die Elizabeth herkent als zijnde haar dochter Rachel. Het lijkt alsof ze letterlijk heeft geoefend op haar blik, hoe ze kijkt, hoe haar mimiek is. Het is echt te eng voor woorden. We weten natuurlijk niet in hoeverre dit waar is. Laten we hopen dat het niet waar is trouwens, want deze vrouw loopt inmiddels wel vrij rond. Als zij nog steeds zo'n obsessie kan hebben met iemand, is zij een gevaar voor iedereen en zichzelf. Tijdens of na de straf van Caroline heeft ze nooit spijt betuigd trouwens. Dus aan de ene kant kunnen we haar hartstikke zielig vinden door alles wat ze heeft moeten meemaken en hoe ze over zichzelf denkt. Maar aan de andere kant is het gewoon een heel manipulatieve meid die ontzettend veel misbruik heeft gemaakt van Rachel's vertrouwen en haar dus op deze brute wijze heeft vermoord. Moet je nagaan hoe persoonlijk dit is, hè? Iemand wurgen met een snoer die recht voor je zit. Daar moet je en heel veel kracht voor hebben. Je kijkt iemand ook nog eens echt recht aan. Het is een heel persoonlijke manier om iemand te vermoorden. Maar het duurt ook gewoon heel lang voordat iemand daar echt aan overlijdt. Dus je bent gewoon echt heel erg ziek in je hoofd als je dat iemand aan kan doen. En iemand letterlijk in zijn ogen kan kijken terwijl je deze daad verricht. De familie Barber die hoopt dat Caroline zich gedraagt en dat ze nog iets bijdraagt aan de gemeenschap. Dat ze een normaal leven leidt en niet meer de fout in gaat. Dat is vooral hetgene waar ze op hopen. Hè? Ze hoeven verder niks meer van haar te weten, niks meer van haar te horen. Hè? Ze willen dat Caroline vooral uit hun buurt blijft. Maar hoe hard het ook is, Caroline heeft haar straf uitgezeten en de Barbers moeten daarmee leven. Dat lijkt me zo ontzettend moeilijk. Na de dood van Rachel heeft haar moeder Elizabeth nog een boek geschreven trouwens. Dat boek heet The Last Girl. Uiteindelijk is dat boek ook verfilmd. Die film heet In Her Skin en in 2009 kwam deze ook uit. Dus nou ja, mocht je erin geïnteresseerd zijn, moet je dat vooral maar even gaan kijken. Zo bizar, hè? Obsessies kunnen zo eng uitpakken. Zo zie je maar weer. Laten we dus vooral lief voor elkaar zijn. Niet kritisch naar elkaar kijken. En op het moment dat je bepaalde signalen bij iemand ziet, probeer diegene te helpen. Het kan blijkbaar iemands leven redden. In dit geval weet ik niet of Caroline te redden was. Het komt er wel in ieder geval op neer dat niemand haar echt heeft geholpen. En dit gedrag dus uiteindelijk aan iedereen voorbij is gegaan. En dan vraag ik me af hoe dat kan. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van deze zaak vonden. Laat het mij vooral weten hieronder in de reacties. De aankomende zondag ben ik weer live voor jullie op mijn tweede kanaal, On The Stream. Aankomende zondag om 7 uur 's avonds ga ik weer met jullie gamen. Dus wees erbij. Het linkje staat onder in de beschrijving. Dus hopelijk zie ik je daar. Ik wil in het bijzonder Surfshark bedanken voor het mogelijk maken van deze video. Deze video bevat namelijk een reclame van Surfshark. Met mijn code ONNEDY in hoofdletters en het linkje onder in de beschrijving krijg je dus
83% korting en de eerste 3 maanden gratis op je account bij Surfshark. Zorg ervoor dat je snel aanmeldt, want een goedkopere deal voor een VPN momenteel ga je waarschijnlijk niet vinden. Dus gebruik mijn code, ga naar het linkje en sla je slag. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe Misdaad en Mysterie. Beluister onze podcast en zit volgende week vrijdag weer klaar om 4 uur 's middags. Tot dan!